In 2016 vieren we de 20ste verjaardag van de VW Fun Cup. En tijdens de meeting in Zandvoort was een van de rijders die 20 jaar geleden het kampioenschap kleur gaf ook aanwezig. Jean-Jacques Smits, die toen heel wat wedstrijden won met Alain Verdaasdonk, toen met de beroemde 17 Pharma-Rome. De race die mij het meest is bijgebleven waren de 7 uur van Francorchamps. Die we hebben gereden met Alain Verdaasdonk. Het was echt een fantastische wedstrijd. Echt schitterend. Net zoals Val de Vienne, ook in de regen. Francorchamps was toch nog iets beter. En u hebt gewonnen. We hebben inderdaad gewonnen. Alain heeft de laatste 2 relais afgewerkt. Heeft het helemaal afgemaakt. Onvergetelijk. Nog heel levendige herinneringen dus. En Jean-Jacques is een beetje verbaasd over de evolutie die de VW Fun Cup de laatste tijd heeft ondergaan. Ja, enkel het koetswerk is nog hetzelfde. Dat is al eigenlijk voor de rest een echte racewagen, behalve de banden misschien. Voor de rest echt het beste wat er is. Na een pauze van een paar jaar had de man uit Waver zin om opnieuw te racen. Na de BT6 heb ik een beetje een pauze ingelast. Maar dan is mijn vriend Dominique me een beetje komen plagen en verhalen binnen vertellen over hoe fantastisch deze wagen wel is. En ja, ik ben er maar aan begonnen. En het geeft me dan nu wel de kans om samen met mijn zoon Gilles te rijden. En ik hoop dat we het er goed van afbrengen. In Zandvoort treedt Jean-Jacques samen met de jonge en snelle Benjamin Lessen. En het duo maakt in de loop van het weekend heel wat vooruitgang. En finisht onder andere op een heel bemoedigende 15e plaats in de tweede wedstrijd. Tijdens de 25 uur zal Jean-Jacques samen rijden met zijn zoon Gilles. Die de laatste paar jaar in het karten actief was. Een echt mooi verhaal zoals ze alleen in de VW Fun Cup kunnen schrijven.